Ja. Dit is een fijn gevoel. Het Xbox 360 logo. En je hebt het misschien al gezien aan de titel. Maar het is vandaag weer Flashback Vrijdag. En dus gaan we een oldschool game spelen. En dit keer gaan we een game spelen die ik eerder nog niet heb aangeraakt, om heel eerlijk te zijn. Want we gaan Perfect Dark spelen. En Perfect Dark ken je denk ik wel. Het was althans in ieder geval 25 jaar geleden, 20 jaar geleden ongeveer. Was het een gigantische IP. En althans, het maakte best wel wat een impact. Want het is van Rare. En Rare had een aantal jaar daarvoor hadden ze GoldenEye afgeleverd. Dat was een regelrecht succes. En dit was zeg maar, ja, een beetje de spirituele opvolger. En ik zeg de spirituele opvolger omdat het, ja, het is natuurlijk geen James Bond game. Maar het heeft wel wat spionage. Het is ook een shooter. Het is denk ik op dezelfde engine gebouwd. Alleen ik ben hier nooit naartoe gekomen omdat ik gewoon simpelweg die tijd geen Nintendo 64 had. En ik heb Perfect Dark Zero gespeeld voor de Xbox 360. Daar had ik gigantische verwachtingen bij. Maar uiteindelijk is dat niet zo'n hele goede game geworden. En dat is natuurlijk doodzonde. Maar geen man overboord. Want nu op Game Pass staat hier de originele Perfect Dark. En we gaan kijken of die vandaag de dag nog steeds gewoon leuk is om te spelen. Ik vraag hem af, want Nintendo 64 is natuurlijk al wel een flinke poos geleden. Maar we gaan het gewoon zien. En ik moet iets kiezen. Laten we een solo missie doen, I guess. Datadyne Central. En we kiezen voor Agent, I guess. Gain entrance to the laboratory. We spelen uiteraard met de normale Xbox One controller. Even kijken hoe die zich vertaalt, want dit werd uiteraard gespeeld met de Trident Nintendo 64 controller. De muziek is echt heel slecht trouwens. What's the target location? Work your way down the building to the ground level. Dr. Cowell will be in a research lab somewhere in the underground facility. How will I recognize him? We don't have an image record and we can't find any official files. All we have is the name. Kijk, die deur schoven open met 3 frames per seconde. En daar komt ze, Joanna Dark. Ja, wat ik zei, ik keek dus enorm naar Perfect Dark Zero. Het was een launch game ook voor de Xbox 360. En ja, die was gewoon slecht, man. In die tijd waren shooters al heel veel beter geworden. En het bestuurde ook echt voor geen ene meter. En als ik dit pistooltje zo zie, hoe Joanna deze vast heeft. Dat doet me echt enorm denken aan GoldenEye. En ook als je dit kijkt, die crosshair. Dat lijkt ook echt precies GoldenEye. We gaan hier naar beneden. En ik ben benieuwd of het tof is. Oh, er zit een flinke auto-aim in. Oh, de deur is dicht. Oh nee, toch. Er zit een flinke auto-aim in. Nou, dat was destijds ook zo. Ik vraag me af of ik ze wel moet neerschieten, want ze doen helemaal niks terug. Ik ben volgens mij al een killing spree en dat is helemaal niet nodig. De game heeft overduidelijk een kleine remaster gehad, want we spelen dit in een hoge resolutie. Ik denk dat dit althans voor die tijd hoge resolutie, dit is een 1920x1080. En ook de textures, die hebben een flinke update gekregen. Mooie slow-mo koprol hier, picked up some ammo, had je kidding. Ik begrijp nu Perfect Dark Zero. Wel wat beter qua besturing, want Perfect Dark Zero, je had vrijwel dezelfde besturing, althans van wat ik me ervan kan herinneren. Dus wat dat betreft zijn ze wat trouw gebleven aan de serie. Ik vraag me alleen af of dat heel erg slim is geweest, simpelweg om de reden, deze besturing is zo in het leven geroepen voor de Nintendo 64, maar we weten allemaal dat in die tijd console shooters enorm vlucht hebben genomen. En vooral met Halo Combat Evolved, dat de controls flink op de schop zijn gegaan. En weet je, voor het goede zelfs, want dat bestuurt een stuk beter dan dit. Al moet ik zeggen, ik vind het in deze game toch wel iets hebben hoor.
dacht ook... Nou, kijk, ze vallen me meteen aan. Ik wou zeggen, ik dacht ook dat ik niet iedereen moest vermoorden, dat ze dat zeiden. Maar ja, weet je, als ze mij aanvallen, ik kan moeilijk wat anders doen, toch? Ik heb ook geen idee of ik goed loop. Er zijn zoveel deuren. Nee, er komt gewoon hetzelfde stukje terug. Hier kunnen we niet in. Kunnen we de computer hacken? Enable to download, uplink needed. Hoe doen we dat? De muziek is inmiddels al wel wat beter geworden. Ja, die facial texture ziet er prima uit hoor. Ja, welke opties hebben we dan nog? Je verschuift alles wel heel snel als je er gewoon alleen al tegenaan loopt. Een lift. Maar ik kan er niet instappen. Dat is een beetje vaag. Oh, hier wel. Gaat hij nog bewegen? Oh, deze gaat omhoog. Volgens mij moet ik hier juist niet naartoe. Who are you and what are you doing here? Look out! She's got a gun! Wat gaat ze doen? You won't shoot me, foolish child. Don't you know who I am? Oké, okay, dit is een gekke situatie. Ik heb nou geen idee Let's of... Let's see how you deal with security. Moet ik het nou echt neerschieten anders gewoon? This intrusion, girl. Dit is raar. Gain entrance to the laboratory, ja. Ik doe mijn best, maar... Ik kan het op haar computer. Nee, ik kan niet op haar computer. Ik zal je niet schieten, maar... Ik heb je hulp nodig. Check the field, nee. Oké, okay, dat hadden we dus niet moeten doen. Failed, oké. Okay. Hoe exit game, we proberen het nog een keer. Dit ging compleet mis. Gain access to the laboratory, oké, okay, let's go. Beetje jammer. Het valt me op dat je niet objective markers hebt ofzo, die vertellen waar je naartoe moet. Dat hebben vrijwel alle moderne shooters tegenwoordig natuurlijk wel. Oh, volgens mij. Het lijkt alsof ze zich over gaan geven, maar toch niet. Kijk, en dit is wat ik bedoel van, het is een spirituele opvolger van James Bond. Want, weet je, het is wel spionage. Moet ik hier iets doen? Alsof ik hier iets moet doen. ECM mine needed to disable security hub. ECM mine. Okay, dit is gewoon een voetvolk. Die kunnen we gewoon kapot schieten. Dat maakt helemaal niks uit. Dat is nu wel duidelijk. Dit. Pick up some ammo. Maar kijk, er zit een knop op die tafel. Kan je niet indrukken. Dat kan je ook niet doen. Kunnen we verder naar beneden? Het schieten voelt best wel lekker trouwens, man. Who are you and what are you doing here? You won't shoot me, foolish child. Don't ja, you dan ken ik niet. Please don't kill me. Oké, laten we gewoon gaan. Ik heb het idee dat het ons niet gaat helpen hier. We gaan gewoon verder naar beneden.
Alarm is in ieder geval afgegaan nu. Oké, okay, hele lekkere reload animatie hoor. Ben ik nou echt nog 0 keer geraakt? Wow, dat is Kylo Ren. Zag je dat? Oeh. Dual wielding. Dat had ik niet verwacht. Dit is door het land. Ja, die auto-aim is best wel heftig. Dat was bij Perfect Dark Zero absoluut niet zo. Niet zoals dit in ieder geval. Ik heb zo'n ammo. Nee, hier kunnen we ook niks. Level design. Ja, tuurlijk, het is ook behoorlijk oud, maar ik vind het nog vrij lastig. Ze vallen ook zo lekker langzaam. Ik kan niet verder naar beneden hier. Hierdoor. Dat is ook lang. Ja. En nu, hè? Oh, hier. Ik ben in de lift. Gaat deze wel naar beneden dan? Ja. Toppie. Oké, okay, ik denk dat we nu op de goede weg zijn. Kijk, okay, de muziek gaat ook, wordt ook in één keer opzwepend. Het lijken allemaal Kylo Ren helmpjes. Als je er vluchtig naar kijkt. Heel vluchtig. Hè. Wat een hoop enemies wel. Zou dit zijn omdat de alarm is afgegaan? Misschien is die helm van Kylo Ren ook wel gebaseerd op deze game. Het zou wel funny zijn. Objective 1, complete. Ja, deze game heeft sowieso een flinke makeover gekregen. Oké, okay, dit hebben we gedaan in 4 minuten 28. Super onnodig dat we de vorige keer dood zijn gegaan. Ah ja, het is wat het is. Oké, we gaan het gewoon nog een keertje doen. Alleen een andere missie. Press start. Nou, dat doen we. Oké, en nu? Locate Dr. Carol. Accept. Het is een beetje een Mission Impossible ook. Misschien moeten we even binnenkort ook Perfect Dark Zero hier gaan spelen op de stream. Lijkt me wel lachen. Maar ik zie nu wel wat Perfect Dark zo goed maakte voor die tijd hoor. Je had echt niks zoals dit man. What the... Oh, mijn silencer is gone. Oh, wacht even, laten we over hem heen lopen. Dan hebben we ook meteen ammo. En een nieuwe gun. Wat is onze missie trouwens? Locate Dr. Carol, een holograph radioactive isotope. Ik weet niet eens wat het eerste betekent. Maar waarschijnlijk gaan we dat vanzelf wel tegenkomen. Wat is dit, joh? Door. Okay, maar deze niet. Oké. Kijk, want de shooteractie voelt echt goed, hoor. Dat is geen slap gelul of zo. Ik had niet verwacht van zo'n oude game. En al helemaal niet met de manier waarop dit aimt. Het is heel anders dan moderne games. Oh, volgens mij wilde die alarm slaan. Dat hebben we volgens mij nog kunnen voorkomen. Wat ligt hier? Picked up a shield. Shield is altijd fijn. Oh. Huh? Oh, nee, dat is gewoon iemand extra. Niks aan de hand. There you go.
get out, Joe. The radioactive matter. Use the cam spy. Use the cam spy. Hoe doen we de cam spy? Oh, dat is niet goed. Wat is de cam spy? Ik weet nou niet of ik nu permanent de shark ben. Dat mikken gaat ook best lastig zo. Gaat dit nog goed komen? Help! Help! She's got a gun! Wie? Wie zei dat? Het wordt ook niet minder of zo. En wie zei dat? Oké, we gaan. We staan hier op een lift. Oké, daar kunnen we niks mee met die gast. Ik ben benieuwd wanneer het beeld weer enigszins normaal is. Oké, dit lijkt alsof we hierop moeten gaan schieten. Nee, helemaal niks van waar. En nu? Waarom zit deze trap hier? We kunnen hier helemaal niks. Nee. Oké. Wat ik zeg, level design is af en toe nog wel een beetje verwarrend, hè? Oké, hier is de computer. Daar kunnen we ook niks mee. Kunnen deze gasten, kunnen we daar iets mee doen? Nee. Gaan we gewoon weer de lift pakken en dan kijken of we iets met de cam spy kunnen. Daar hadden ze het over. Cam spy. Ja, dit is hem. Capable of remote interrogation of almost any type of stored data. Oké, gaan we gewoon doen. Gaan we proberen. Fijn dat die lift zo langzaam is ook. Helemaal niet vervelend. Kunnen we hier iets? Nee. Ik ben zo gewend dat je bij al die computers wat kunt doen. Nee, ook niet. Kijk, je kan crouchen en je kan liggen. Volgens mij is dat ook redelijk nieuw voor die tijd. Oké, ik ben nu ben ik echt de weg kwijt. Ik vond vooral de kleuren van Perfect Dark Zero vond ik een beetje weird. Ik vond dat niet heel cool eruit zien. Okay, caution. Oké, is dit het moment waarbij we die gaan inzetten dan? Nee, dat kan niet. Dus ik kan proberen. Misschien moeten we ook nog door deze deur. Not enough room to launch cam spy, oké. Is dit wel genoeg room? Ja. Ik kan niet heel goed zien hoe dit werkt. Zeg, use the cam spy, maar dat doen we nu. En dan? Oh, dit was het! Oké, locate Dr. Carol. Dat gaan we nu doen. Althans, we gaan het proberen. Oké, die deur is locked. Sector 2. Ik ga er heel even blind vanuit dat hij in sector 2 zit. Oké, hier zijn we al geweest. Ik denk daar nog niet. Dr. Carol. Was dat niet gewoon die bange gast die daar beneden stond? Was dat niet gewoon Dr. Carol? Oh. Opzaten. Was dat niet gewoon die gast? Deze bril, die wil ik hebben. Kan dat?
Terminal not active. Terminal not active. Waarschijnlijk die andere dan ook niet, maar... Nee. All these ships niet active. Ik denk ook niet dat we het nodig hebben. Maar we gaan het zien. Eerst de grote deur. Down boy! Sector 3. Met het karretje? Nee, gewoon. Oké, okay, volgens mij ben ik nu wel redelijk de klos. Had ik gewoon op die moeten wachten? Hebben we wat andere gadgets? Data uplink. K7 Avenger. Nee. Wat zal er gebeuren als ik hier doorheen loop? Oh, hier, hij komt er al. Nu moeten we deze gewoon gaan volgen. Het is niet alsof die onder de laserstralen door kan rijden, maar... Hè? Ik denk dat we hier achter zo Dr. Carroll gaan vinden. Wat een lelijke, domme groene pakjes trouwens. Maar GoldenEye, voornamelijk, weet je, de game was echt gruwelijk. En hij wordt tegenwoordig nog steeds enorm gespeedrun. Maar het draaide voor mij echt om de multiplayer. 4-player splitscreen, dat was echt insane, man. Het was sowieso echt insane dat de Nintendo 64 4 controller ports had. Security code required. Ja, hoe gaan we daaraan zitten komen? Ja. Moeten we hier met de data uplink dan? Dit was het? Echt anderhalf uur voor niks rondgelopen. Easy as that. Oh jongens, ik heb dit geknipt. Ik heb dit geknipt voor de video. Ik stond echt op een punt om op te geven. Ik zat alleen maar rond te lopen, kwam er niet uit. En het was dus gewoon letterlijk je kleine mobiele telefoon bij dat houdertje houden. Oké, cool. Ik heb ook die scientist beneden in die kelder voor niks omgelegd. Want ik was op een gegeven moment was ik gewoon ten einde raad. Ik denk, ja, moet je hem dan kapot knallen of zo? Nou, kennelijk niet. Kennelijk niet, maar ja, my bad. Het was niet expres. Ik had goede bedoelingen, dat is ook belangrijk. Was ook de road to hell is paved with good intentions. Shield. Hebben we hier nog meer dingen? Ik vind het zo vaag met die computers. Oké, serieus, we hebben door deze hele corridor gelopen voor een shield? Ja, I guess. Oké, geeft niet. Ik ben niet boos. Maar... Hopelijk levert dit iets meer op. Oh. Wauw. De gun turret. We did it, baby. Dr. Carroll. Dr. Andy Carroll. Dr. Carroll? Dr. Carroll, are you here? Wat was dat voor een glitch? Is it safe to come out? Yes, all clear. Wat is dat rode, joh? What? You? Very professionally done, my dear. There's no time to waste. Dat zijn 100% vrouwenogen. Come on. I have vital information. Maar dit is een mannenstem. Perfect Dark was een tijdfout. Dat blijkt wel. Jongens, ik heb jullie een kleine sneak peek en ook mezelf gegeven van Perfect Dark voor de Nintendo 64. Althans, dit is de Xbox 360 versie. Die heeft Rare later uitgebracht op de Xbox 360. En ik moet zeggen,
Ik was er niet bekend mee. En ik vond het toch fijn om hem even gespeeld te hebben. Ga je hier vandaag de dag nog heel erg veel plezier aan beleven? Ik ben bang voor niet. Maar stel dat. Waarom zeg ik altijd dot? Stel dat ze een nieuwe Perfect Dark gaan aankondigen. Ik verwacht dat... Ik acht dat vrij plausibel. Laat ik het daarop houden. Ik had eigenlijk al verwacht dat afgelopen E3, als je het zo mag noemen, dat de game aangekondigd zou worden. Zeker omdat het gewoon een van de IP's is die ze gewoon in stal hebben, waar ze niks mee doen. En de Xbox kan wel een shooter gebruiken nog, naast Halo Infinite en Gears. Misschien moet ik niet zo uit mijn nek lullen. Maar voor mij zou het prachtig zijn om weer een keertje met Joanna Dark aan de slag te gaan. Perfect Dark Zero was niet helemaal mijn cup of tea. Maar als ze die Perfect Dark formule in een modern sausje weten te gieten, wat ze dus niet hebben gedaan bij Zero naar mijn mening, dan voorspel ik dat we nog heel veel plezier hieraan kunnen beleven. Dit was de Flashback Vrijdag voor nu. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En nog een hele fijne week toegewenst.